ik ben dus alweer een tijdje in Amersfoort. Ja, ik ga nu even lekker lopen op een stukje. Is leuk. Ja, een hele goede morgen allemaal. Ja, welkom bij de familie Staalman van de Werf. En als je al bent geabonneerd, dan hoor je er gezellig bij. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf. Mijn man die heet Roderick Staalman van de Werf. En het is vandaag alweer donderdag 4 juni. Het is 10:55. Roderick die komt er zo meteen aan om mij weg te brengen. En dan kan ik voorlopig waarschijnlijk even niet vloggen, want ik heb gewoon weer een afspraak. En dat gaat ook gewoon even door. En Roderick haalt mij ook gewoon weer gezellig op. En dan gaan we richting Amersfoort. Want Roderick heeft een examen. Dus lieve schat, je kan het. En ik wens jou gewoon heel veel succes. Dus heel veel kijkplezier. Ja, en nou kan ik Roder nog even opzetten. Ja. Gezellig. Toch wel. Jij brengt me even lekker weg. Vind ik fijn, vind ik leuk. En straks haal je me weer op. Ook leuk. Ja, vind ik heel leuk. Waarom weet ik niet, maar ik vind het gewoon leuk. Ja. Ach ja, zo is leven toch? Ja. Het is geven en nemen toch? Heel wel. Oh, is het zo? Ik geef, jij neemt. Oh, oké, okay, dat is mooi. Top? Ja, top. Dat denk ik wel, ja. Het zijn ook een stel bij elkaar ook, hè. We kunnen niet met, maar zeker niet zonder elkaar. En dat maakt het sterk, toch? Ik hoop het. Hoop, zegt hij. Wat een landbal is dat ook weer. Een landbal? Oké. Okay. Ja, ben ik met zo'n bal of niet? Oh ja, bijna wel. Okay. Bijna wel. Ach ja. Maar ja. Komt ook wel weer goed. Zometeen straks vanmiddag zit ik ook alweer een uur in de auto met je opgescheept, ja? Ja, dat hoeft niet. Opgescheept. Mag ook achterin zitten. Denk je daar dan? Nee, want dan word ik ziek en beroerd. Maar het mag. Ja, het mag, maar dat doe ik lekker niet. Ja, zo. Ja, precies. Ja, toen zat ik alweer in de auto richting Amersfoort. Nou ja, we gaan dus eerst nu richting Utrecht. Zoetermeer-Utrecht en dan naar Amersfoort. Yep. En dan hoop ik dat het een beetje droog blijft. Ik denk het niet, maar dat maakt niet uit. Ik zit nu lekker droog, dus ja, dus dat is wel weer fijn. Yep. Dus dat is wel fijn. Dus dat is geweldig, dat is leuk. Lekker en bij mijn mannetje, alleen die mag ik dus nu helaas niet in beeld brengen, wat ook logisch is. Ja, een mouw, ja. Ja, je mouw, ja. Nee, maar dat werkt niet lief. Dat doe ik ook nou niet. Dat doe ik nou niet, klaar. En daar heb ik respect voor en voor het bedrijf. Dus ja, en daar moet ik me gewoon aan houden. Ja. Maar Roderick en die kan wel praten, daar niet van. Dat wel. Stem mag wel in beeld. Stem mag wel in beeld. Dus ja. Alleen jullie horen, jullie horen hem wel, maar jullie zien hem niet. Kijk, dat is leuk. Net als Black Peter. Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Nee, precies. Dus ja. Dus ik ga ook even mijn ogen op de weg houden. Samen met Roderick. En het waait nogal een beetje volgens mij. Ja. Beetje blaas. Oké. Okay. Nee, een klein, mini, mini beetje maar. Nou ja, jullie zien mij wel zo meteen in Amersfoort. Ja, ik ben dus alweer een tijdje in Amersfoort. Ja, ik ga nu even lekker lopen een stukje. Is leuk. En Roos is nu hopelijk lekker al druk bezig met zijn examen. Dus ja, daar gaan we maar voor, hè. Dat hij maar mag gaan slagen. Dus ik ga zo eventjes lekker een stukje lopen. Even kijken weer waar. Oh, uitkomen. Ja, ook handig. Dus we zullen het zien in mijn leven. Ja, nou ik loop dus nu lekker in een soort van park. Bos hier in Amersfoort. Dat is wel lekker trouwens. Gaaf hier ook. Nou, ik laat het jullie wel even zien waar en hoe ik loop.
Zoals jullie dus kunnen zien, het is een onwijs mooi gebied. Gewoon zo mooi. De vogeltjes, heerlijk. Nou, dat vind ik gewoon mooi. Lekker rustgevend. Ik hoop dat jullie dat ook weer hebben gevonden. Lekker rust. Ja, nou, ik kom dus nou net bij de Lidl vandaan in Amersfoort. En ik heb wat leuks gekocht. Een fruitschaal, chocola en drop. En de echte pure chocola. Dat is voor Roderick. En pure chocola met nootjes is voor mij. En deze zacht zoete drop. Dat is ook lekker voor Roderick. Dus... Het is nu net iets wat over 6. Nou, ik moet ongeveer 20 minuutjes weer teruglopen en naar de auto. Ja! Nou, is toch lekker? Even nog zand en door het mooie natuur. Rustig aan. Ik heb tijd. Ja, toch. Niet dan. Ik wil wel. Ja, nou, ik ben zo benieuwd of Ro het gaat halen, echt. Mij draait nu ook eigenlijk een beetje in de spanning erdoor. Want het is nu bijna 6:30. Het is nog 1,5 uur. Dus ja, ben ik wel benieuwd hoe hij het eraf brengt op dit moment. De spanningen, ja, die voel ik echt wel in mijn buik. Treintje... Nee, maar dat zeg ik. Bij mij voel ik ook nu de spanningen behoorlijk komen. Ook omdat ik dus in de buurt ben. Dus ik loop nu ook weer richting auto. Maar ik hoop dat hij gewoon slaagt, echt. Ik denk het wel, want hij leert gewoon onwijs goed. En hij, ja, moet zeggen... Ja... Hij leert gewoon heel goed. En daarbij, ja... En ik kan wel iedere keer zeggen... Hij leert heel goed. Maar dat zit ook niet op. Nee, maar hij heeft gewoon een knobbel in zijn kop. En dat hij het gewoon heel goed ding onthoudt. Hè? Nou, en die knobbel heb ik nog niet eens, hoor. Dus omdat er gaat, mwah, ben ik gewoon trots op hem. Want net zoals jullie weten... ben ik gewoon eigenlijk bezig met mijn autorijden, bewijs. Maar ja, ik heb dus ADHD en ook een soort van beetje autisme. Maar ik ben gewoon bang om dus te zakken. En dat is Ro ook wel weer. Maar dat houdt mij dus weer tegen om dus wel te gaan. Maar ja, het staat zo. Maar dat komt wel goed. Yep. Maar ja, ik ben gewoon... Ik hoop gewoon in dat hij het haalt. Nou, in dit park was ik dus nu net...
een beetje deels gelopen, niet helemaal. We zijn in Rotterdam, waar alles kan. Niet, jammer. Recht door blijven leiden. Ja, want je rijdt er eigenlijk al op af. Kijk maar naar deze. Waarom pak je die niet, ja? Dat is makkelijker, ja. Ja, nou, het is alweer inmiddels al 11:30. En ik loop dus nou buiten met een lady. Die is zo lekker donker, hè? Dat valt ook niet op. Maar Roderick is geslaagd. Hij heeft een voldoende op een van zijn twee opdrachten. Dus een duimpje omhoog. En dan zullen jullie het weekend wel van hem horen. Hoe en wat. Want hij is nu echt veel te moe. Om dat nu te vertellen. Dus ik zou zeggen, vond je deze vlog nou leuk jongens? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet hier niet te abonneren. En dan ook nog het belletje aan. Dan blijf je zeker op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. En dan antwoorden wij zeker terug. Hey jongens, dankjewel voor het kijken. En tot morgen. Doei!